Beste kijkers en volgers op YouTube, ik zit hier op het terras van Buitenlust in Kamerich met een fantastisch uitzicht. En ik ben hier met, ik denk wel, de jongste ondernemer die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. Justin, jij hebt ook wel eens voor ons wat gedaan. Dus jij bent mee met het team van Goud en Muntpunt, omdat we ook onze 7500 abonnees gaan vieren. Maar ik wilde het eigenlijk met jou even hebben over jouw ondernemerschap. Want jij bent begonnen met ondernemen. En ik heb jou daarin uitgedaagd. Ik heb gezegd, nou, de eerste 50 euro die jij verdient met ondernemen, die verdubbel ik. Toen dacht ik even na. En ik weet dat jij graag spaart voor goud. Dus dan heb ik gezegd van, als jij 50 euro verdient, verdubbel ik niet die 50 euro, maar geef ik jou een 1 gram goudbaardje. En dat heb jij onthouden, want jij bent aan het ondernemen geslaan. En wil je mij eens vertellen, hoe ben jij op het idee gekomen om te ondernemen? En wat doe je precies? Nou, ik ben begonnen omdat ik... ik wou ook gewoon geld verdienen en daar investeren. Het geld wat je verdient wil je ook weer investeren? Ja, ja. Inderdaad. En ik vind het leuk, want je hebt al een paar keer aangegeven dat je aan mij een voorbeeld hebt. Ik ben ook trots dat je dat hebt gezegd. Ik word daar blij van. Ik vind dat mooi. En ik vind het ook leuk om jouw ondernemerschap te belonen. Dus ik geef je niet alleen een gram goud. Die is sowieso voor jou. Die heb jij verdiend. Alsjeblieft. Terwijl het terras hier inmiddels vol loopt. Wat ik jou ook aan wil bieden is, ik wil jou helpen en coachen. Dat als jij bepaalde producten verzint die jij wil inkopen en wil verhandelen, wil ik je daarin begeleiden en helpen. Hoe vind je dat? Ja, vind ik goed. Hoe loopt jouw ondernemerschap? Heb je al meer verkocht nadat ik jou vorige keer gesproken heb? Ik heb veel een stuk meer verkocht. Want jij kwam op het idee om met dit hete weer waterpistooltjes in te kopen en te verkopen. En dat bleek een enorm succes te zijn, toch? Ja, precies. Ja. Nou ja, ik zou willen zeggen, ga vooral zo door. Ja. En als er nou mensen kijken van jouw leeftijd, hè, of iets ouder of iets jonger, hè, wat zou je tegen hun willen zeggen? Wat is voor jou de trigger geweest om te zeggen van ja, nu ga ik ervoor? Nou ja, ik scrolde altijd op TikTok en op een gegeven moment kwam ik van die motivatiefilmpjes tegen en toen dacht ik zo van ja, ik wil ook gewoon later een mooie leefstijl hebben en daarom ga ik nu al beginnen. Ja, nou, dat is een mooie motivatie, is een mooie manier om te manifesteren. Ja. Ik wil jou hartelijk bedanken voor het gesprek en heel veel succes met je ondernemerschap. Ja, dankjewel. Beste kijkers en volgers op YouTube, dit was hem dan vanuit Kamerich. Bedankt voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent op ons kanaal, abonneer, like en deel onze video's. En dan wil ik graag zeggen, bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer.